25, David Mahaffey, US of A. 21, Step Up Supers, Czech Republic. 22, Daniel Meyer, Czech Republic. Forza, due minuti alla partenza. Probeert open te maken.
gevolgd die als eerste voorbij kwam met Soeten, met Nieuwenhuis, Wiesenbeet, Hermans, Bertolini, dan op 6 seconden, Russo, Budding, Wouters, Huybergs, Orts, Owen, Dubon, de twee broertjes die bovenringen met een paar seconden tussenin, Gossen van der Meer, dat is Nederlander, Nicolas Kleffe, Kevin Suarez, Fernandez, Jorgen van Tichelt, Timon Ruek en de Amerikanen Curtis Wayne. Dat was dan maar aan te doen op dit ogenblik. Dus dat laat Deli Misumi toe van weer een stukje dichterbij te komen. Nieuwenhuis die leidt voor Toepalink, Hermans, Bertolini, Huybergs. En Alico Nauke, Deli Misumi. Voilà, 4 seconden is het afgelopen tussen Joris Dieres, die de locomotief is. Boris Dijs op dit ogenblik en Nieuwenhuis. Laatste schot op 7 seconden. Die probeert ook te versnellen. Sieben Wouters op plaats 8, Budding op 9. Over de eerste Amerikaan op plaats 10 op 14 seconden. Zijn de laatste lussen weer van het parcours gekomen aan de achterzijde van de tribune. Op de zijde van Avans en Bertolini heeft daar even geluk. Kwam naarraking met de KWC-banden in de bocht. Kon daardoor gelukkig voor hem weg blijven. Voor de boeg. Quinten Hermans die de rest van de kopgroep uitnodigt om te overnemen. Nieuwenhuis, Toepalink, Bertolini, dan Misumi, Soeten en Huybergs op 3 seconden. En dan lijkt dus een grote klos op Felipe Orts, de Spanjaard. Die voorbij komt met 15 seconden. 16 zijn er. Achterstand. Ja, komt terug in en ik kom helemaal hier al in. En de nieuwe tempo aangever is Daan Huybergs nu. Joris Nieuwenhuis die blijft verankerd in tweede positie. En opletten op de eerste achtervolgers die krijgen weer zicht op de kopgroep. Nader weer een stuk meer in. Daan Huybergs als eerste aan het tussenpunt gedraaid door Nieuwenhuis. Hermans, Toepalink, Iederwin, Soeten, Bertolini, Budding. Budding op 9 seconden samen met Owen, Wouters, Russo, 20 seconden treffen. Holland op 20 seconden eveneens. Dit voor de top 13, waar we houden natuurlijk een oog in het zijn. Wat betreft de kop van de wedstrijd, waar alles nog altijd, zonder grote tempo-wisselingen. En het lijkt alsof wij Joey Bertolini niet kwijt zijn nu in de kopgroep. Een week in namen Winter. Hè? En namen Winter. Goed bezig! Over de val van Eni Isomit. Ja, die was de controle op de fiets kwijt. En die blijft op zijn vier staan, heeft een tikje gekregen. Elisabeth is even kort kwijt. Is er weer? Moet terug naar zijn fietsje lopen. Ja, dat heeft natuurlijk heel wat relaties die voorbij gaan. En is één vuil op de avond getrapt. Ja, dat moet daar te goed zijn weg verder zetten. Kruip nog terug in het zadel. Gaat proberen van te redden van de nog te redden band. Daar zien we hoe dat hij inderdaad goed de spoor bijzonder was. Voor Hermans, Toepalink, Huybergs, Soeten en Bertolini volgt op enkele seconden nu. In de
Verstand, staan. Ja, nee, de bitte weer weg. Nou. 6 seconden. Terwijl nu. Ik had er een Elisabeth was aan die laatste sprong naar beneden toe is. Oh, de lage, dat is er. Dan zijn achterstand namelijk meegeven. Kijk, dan moet je eigenlijk nog een groeien geweest zijn. Als die voorbij is, kunt je goed lopen. Elke moet lopen, op aan. Je kunt goed lopen. Dat moet eigenlijk... Hij is vaak als 16. Dat is een goede jongen. Nee, 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 ja, nee. We hebben wat tegen als 18 nog voorbij. En Elisabeth heeft de wedstrijd verlaten, dames en heren. Dit is heel veel plek voor haar. Het is wellicht die valpartij, gewend aan een foutje. Iemand anders was bij betrokken. Niet meer te boven gekomen. En doet er weer iets goed aan op... nooit verder weg geweest na van de ganse wedstrijd niet dan een tweede positie. Quinten Heijmans kan vandaag een bijzonder goede zaak doen in de algemene klassement. Want de Heijmansson, dat hebben we gezien, is wel teruggekeerd dan in de top 10 momenteel. Allee, tot dan. Zijn weer aan het tussenpunt op de van Heijmans, Nieuwenhuis, Vintolini. Allee. Technische passage beginnen nu. En een bal zo waar op aanzoeken. Ja, die moet weer. Zou die kippen? Op de onze drie. Ja, maar beneden hier. Dus weg en wordt achtervolgen. Intussen probeert Pupping weer niet te bij te komen bij de kogroep. Met qua groep die over de groep. Ja, ze denken wel. Telkens dezelfde passage die strong naar beneden toch gevaarlijk en veilig heel gans. Lijkt het wel. Daar is een mesje aan te doen. En daar zijn er al vragen aan de fiets. Ik heb volledig hebben. Vergis in de moeilijkheidsgraaf. Veel is niet meer thuis meer. En die stroom naar boven met de macht. Voor de ronde 8-0-4 voor Joris Nieuwenhuis voor Quinten Heijmans. Bertolini toevallig goed werkt. Dan Ors op 9 seconden, Rousseau op 13. Met Budding. Wouters op 16. Andreasen. Soeter en Kleppen zijn er ook bij. Top 12 is al voorbij aan de week. Naar rechts nu. Daar gaan we weer in de hogere regionen van het parcours. Dadelijk zal er weer een tussenpunt volgen. En dan zien we welke de verschillen zijn. Met de nummers die aangesloten is bij Adam Toepalink. Van de vierde positie nu. En daar gaan we aan dat tussenpunt komen met Nieuwenhuis. Goeie beest, Het lijkt alsof we met die vier naar de laatste hectometers toe gaan nu. Dat is het enige dilemma.
Dat is het achterstaat. De spanning probeert toch aan te pikken. En daar doe je best. Die krijgt afsluiting bij Nieuwenhuis. Nog een paar bochten. En ja, dan kan de strijd helemaal losbarsten. Nog twee bochten. En Nieuwenhuis geeft niet op. Heeft telkens een nieuwe versnelling. Achterhand heeft de metro 7-8 voorsprong. Gaat als leider de laatste bocht in gaan. En zal er echt niet meer worden bedreigd. Daar komt hij op het asfalt dadelijk. Met een voorsprong. Inderdaad gaat nu de, aan zijn sprint gaan beginnen. Joris Nieuwenhuis. De sprint voor de tweede plaats. Dus aan op toepassing. En dan hoor je eens. En Nieuwenhuis die het gaat halen. Zegen voor Joris Nieuwenhuis, dames en heren. Voor Daan Roerbeks. En aantal toepalling die derde wordt. Quinten Engels had geen versnelling meer achter de kuiten. Of dichtbij het einde wordt nog vierde. Heel mogelijk zo. Deze Fransman eigenlijk toch nog op de vijfde plaats hoor. Philippe Oort is zesde en Joey Bertolini die zevende, Martijn Rudding eindigt op acht. De negen Andreas op negen, Sieke Walters tiende en dan Soepen eindigt als elfde. Ik moet het toch zeggen, dat is